Goedemiddag allemaal dames. Gezellig dat jullie weer meekijken. We gaan vanmiddag weer even een leuk kaartje maken. Geen kerst meer. Die hebben we weer even opgeborgen in de kast. Hoi Irene, goedemiddag. Dus we gaan even wat anders maken. Dit wat ik hier voor me heb liggen, dat is een van de nieuwste drieluikmallen van Dutch Doobah Doo. Die zijn... Net voor kerst zijn die uitgekomen. En daarmee gaan we een giftcard houder maken. Dus het wordt een drieluik met een leuke pocket eraan waar je een cadeaukaart in kunt doen. Je kan er ook gewoon labels of zo natuurlijk in doen. Dus maar net wat je zelf leuk vindt. Maar daar gaan we vanmiddag eventjes mee aan de slag. We hebben deze kaart al afgelopen vrijdag in de winkel gedaan. Het was een ideetje van Karin. Die had ook een hele leuke uitwerking in het thema thee gemaakt. En ja, we kregen nogal veel vragen of we die ook een keer live wilden doen. Dus vandaar deze uitzending. Nou, we gaan dus lekker beginnen. Ik ga eerst even beginnen met mijn randjes een beetje te distressen. Nou, ondertussen lees ik jullie gewoon even gezellig mee. Dus heb je wat te kletsen of wat te vragen, dan stel je je vraag gewoon. En dan probeer ik hem ondertussen even te lezen. Nou, het papier wat ik deze keer ga gebruiken, dat komt uit de set Prima Ballerina van Noor. Lekkere pastelkleurtjes zijn dat. Ik vind het altijd wel weer heerlijk om op die voorjaarskleurtjes over te gaan op het moment dat al het kerstgeweld weer achter de rug is. Ik hoop trouwens dat jullie ook allemaal fijne dagen hebben gehad. Hopelijk lekker genoten met familie en vrienden. Zo. Dan gaan we zo meteen heel eventjes wachten met opplakken. Ik ga al wel even een beetje inkt eraan doen. Want we gaan het zo meteen even een beetje oppimpen met leuke randjes. En die gaan we natuurlijk netjes achter ons designpapier plakken. Oh, ben je lekker aan het kliederen geweest, Roelie? Nou, wij gisteren ook, hè. We hebben gisteren met alle Noormeiden hebben we een DT-dag gehad. Ja, dat klopt, Lydia. Kijk eens, mooie nagels. Noor, die was mee naar de nagelstudio en die had zelf de kleurtjes uitgekozen. Dus die wilde rood met glitter. Ik zeg, nou, dan doen we eentje glitter. Kijk eens, en hier hebben we nog een klein handje. Met precies dezelfde nagellak. Ja, een klein stukje is eraf. Ja, dat heb je wel eens, schat. Maar misschien is dit speciale dat het op die nagels blijft. Zou kunnen, hè, schat. Dus we blijven inderdaad met de nagels nog een beetje in kerststemming. Verder gaan we weer richting het voorjaar. Zo. En het laatste stukje. Dat is die. Nou, dan heb ik voor ieder paneeltje heb ik eigenlijk een ander printje designpapier genomen. Vind ik wel een beetje leuk voor het effect. We gaan erbij gebruiken deze pons. Dat is ook een hele toffe randpons van Vasa. Hij heet Madelief. En die ponst een heel mooi sierlijk randje. Nou, het voordeel daarvan is natuurlijk met die randponzen. Je kent dat wel. Je kunt ze zo lang ponzen als je zelf wil. Dus ik heb gewoon even een papiertje van 30,5 gewoon helemaal doorgeponst. Dan kan ik dus stukjes rand snijden die ik zo meteen nodig heb. Ja, dat is ook wel lekkere ango. Gewoon weer normale dagen. Dat vind ik eigenlijk ook als ik heel eerlijk ben. Even kijken hoor. Wat ik zo meteen ga doen, dit is natuurlijk het drieluikje, de basis. Zal ik nog even laten zien, maar die hadden jullie vast al wel gezien. Ik zeg een drieluik, maar het is eigenlijk natuurlijk een vijfluik. Hier zit de rillijn en hier zitten twee rillijnen. Nou, dan neem ik even een stukje van mijn randstand zo meteen erbij. En die maken we even op maat. Die ga ik hier tegen het randje aanplakken.
kan ik net zo goed eigenlijk al even wat lijm erop doen. En hem dan op maat knippen. En als je dat dus netjes doet voordat je je designpapier gaat plakken, dan is hij netjes weggewerkt. Ik doe het zowel aan de linker als aan de rechterkant van het kleine paneeltje. Nou, daar dacht ik inderdaad ook aan. Dan dacht ik vrijdag van, oh nou, de feestdagen zitten er weer een beetje op. We hadden weer gewerkt en toen dacht ik, dan staat het weekend weer voor de deur. Zo, die komt dus hier. En dan kunnen we hem hier eventjes precies op maat knippen. En dan doen we hetzelfde even aan de andere kant. Ja, gisteren was het leuk inderdaad, Lydia. En de meiden hebben inderdaad een leuk cadeautje gekregen. Want ik heb zelf ook sinds kort die Sizzix Folder weefstandsmachine. En ik was er eigenlijk wel heel erg enthousiast over. Dus ik denk die meiden doen heel het jaar zoveel en zo goed hun best voor ons. Dat ze wel een leuk cadeautje verdienen. Hè? Dus die gingen lekker allemaal met een standsmachine naar huis. Maar het was ook heel tof gisteren. We hebben heel veel geleerd. Voor de middag hebben we een workshop gehad van Nicole Dieltjes. Het was vooral een kennismaking met cadensproducten. Dus dat was echt onwijs leuk. De bedoeling was eigenlijk dat we in een art journal gingen werken. Maar uiteindelijk werden het allemaal scrap layouts. Dus die zullen jullie ook de komende dagen nog wel terug gaan zien in onze scrapbooking groep. Maar we hebben dus heerlijke kliederachtergronden gemaakt voor op layouts. En in de namiddag zijn we onder leiding van Annette ook nog weer een layout gaan maken. En dat was onder andere met de Caran d'Ache Neo Colors. Maar ook daar zullen we even binnenkort nog wat verder op ingaan. En ook live even laten zien. Maar dat is ook weer een heel mooi medium. Heel tof mixed media medium. Waar je echt weer allerlei mooie dingen mee kan maken. Dus wij waren natuurlijk weer verkocht toen we dat zagen van Annette. Maar vandaag dus lekker even een scrapkaartje. En ja, ook over dat cadens. En ook het Caran d'Ache, daar kom ik later even op terug. Dat ga ik jullie zeker niet onthouden. Ga ik jullie zeker binnenkort nog eventjes laten zien. Aan de andere kant ga ik natuurlijk ook weer een leuk randje maken. Zo. Deze is net iets te kort, dus dan nemen we ons grotere stuk. We hebben van Dutch to Badoo hebben we een aparte mixed media groep, Bianca. Die heet gewoon Dutch to Badoo mixed media. Zo. Die overgebleven randjes leggen we nog even opzij. Die komen vast zo meteen nog wel even van pas. En dan gaan we alle stukjes designpapier er even opplakken, behalve nog het middenstuk. Daar wachten we nog heel even mee. Zo, en het tweede paneeltje. Wat doe ik fout? Krijg een filmpje. Het is ook inderdaad een live filmpje. Je bent nu live in de uitzending, Joke. Dus in principe moet je gewoon de live video kunnen zien. Zo. Kijk, als je hem dan straks neerzet, dan komt dat randje zo heel leuk naar voren. Zie je dat?
middenstuk laten we dus heel even zitten, zoals ik zei. Wat gaan we nu doen? Even mijn papiertje erbij pakken. Je mag nu het middenstuk dus nog een keer overtrekken. Dus alleen het middelste gedeelte. Leggen we deze even opzij en dan neem ik even mijn rilapparaat erbij. En wat je doet, ga je eerst aan de onderkant, aan het rechte stuk, ril je even 1 centimeter van de zijkant. Dan wordt een soort plakrandje om hem straks aan je kaart te maken. Nou, en wat je dan vervolgens doet, ik vind dat, even kijken hoe ik dat makkelijkst kan doen. Ik denk dat ik hem even afteken. Het is het handigste om het jullie te laten zien. Deze rillen we zo meteen om en die komt aan onze kaart. Draai ik deze even om. Wat je doet, is dat je eerst 2 centimeter vanaf dit stuk even een rillijn maakt. Even zo. Dan ga je weer 2,5 centimeter verder. En nog een keer 2,5 centimeter verder. Dus het is vanaf dit rechte stuk 2,5 en nog een keer 2,5. En die gaan we zo meteen eventjes doorrillen. Even weer onder het rilapparaat. Dus je krijgt hier in principe aan dit losse stuk 4 rilrandjes. Kijk, dan ben jullie hier even kwijt met de reacties. Gerda, het papier wat Karin gebruikt had, dat was mintijpapier. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd hoe die serie heet. Maar dat is mintijpapier, Gerda, wat we in de winkel hebben. Even kijken hoor, dan gaan we al die randjes eventjes doorrillen natuurlijk. Nou, en wat het dan zo meteen eigenlijk moet worden, ik ga eerst even dat plakrandje van een centimeter even beplakken met een stukje tacky. En dan nemen we even onze basiskaart erbij. En dan gaan we dus dit plakrandje hier onderaan plakken. En dat doe je dus weer voordat je het designpapier erop geplakt hebt. Want dan kun je dat meteen netjes wegwerken. Kijk, dus die komt hier en dan kan het stukje designpapier daarbovenop. Zo. Die komt hierop. Kijk, en wat we dan eigenlijk zo meteen doen is dat we deze dus vast gaan plakken. Dat kan ook met lijm of dat kan met tacky. Moeten we zo even kijken. Even zien. En dan neem je heel eventjes een mes erbij. En dan ga je hem hier eventjes insnijden. Zodat je daar dadelijk een giftcardhouder in kan steken. Dus ik neem even een mesje en een liniaal. Laat je hem hier natuurlijk aan de zijkanten wel even dicht zitten.
Zo. En wat je dan doet is dat je alleen aan de zijkanten, dus zoals je normaal ook een pocket maakt, even wat tacky tape erop gaat plakken. Zodat alleen de zijkantjes dicht zitten en dat de bovenkant open blijft. Zo. Even die beschermfolie weer eraf. Dan plakken we deze dus even dicht. Kijk, en dan heb je hier eigenlijk een soort pocket die open is, waar je zo meteen een kaartje in kunt doen. Nou, dan gaan we dit stukje natuurlijk ook nog eventjes beplakken met papier. Ik heb al wat stukjes weer even voorgesneden op maat. Of in ieder geval de breedte. Even mijn snijapparaat erbij. Ja, heerlijke Anko, die kleurtjes, hè. Vond ik zelf ook. Na al die kerstkaarten vind ik dit dan altijd wel weer lekker. Lekker zoet weer een beetje. Zo, die komt hier. Ik had al een stukje ook gesneden voor die ronding. Die vooraan komt. Mijn lijm is bijna op. Even een nieuwe meenemen. Zo. Die komt dus hier. In de ronding. Hier een stukje op. Ook hier is het weer leuk als je die kleurtjes een beetje laat verspringen. Hè? Dus op het ene stukje het ene printje. En dan op het volgende stukje weer een ander printje. En in dit geval kun je dat gewoon met een voor- en een achterkantje van een stukje designpapier doen. Nou, dan willen we deze natuurlijk nog even beplakt hebben. Dus die snijden we ook eventjes op maat. Maar een paar mini-strookjes. En dan is het straks allemaal netjes beplakt en allemaal een beetje hetzelfde. Ik ga hier wel in het midden ook nog zo meteen even een stukje van de randspons achterplakken. Dan komt dat ook weer terug. Kan ik trouwens hier ook wel doen. Even kijken wat de mooie kant van mijn papier is. Ja, dus hier komt ook nog een leuk randje op. Want die hadden we toch nog liggen, dus die kunnen we even afmaken of opmaken. En het maakt je kaart altijd wel mooi af. Maar dit is dus een hele leuke randpons. Hij heet Madelief en dat is ook weer eentje in de serie randponsjes van Vase. Zo, die zit. Dan kan hier het strookje designpapier alweer op. Ja, ik denk dat lekker veel mensen thuis zijn vanmiddag, Lydia.
En we hebben straks weer een etentje, dus ik denk ik doe het lekker vanmiddag. Zo. En dan ga ik hier ook even een stukje rand tegenaan plakken. Dan krijg je ook hier weer een mooie afwerking. Zo, even zorgen dat hij netjes langs het randje zit. En weer even afmaken met een stukje designpapier. Ja, ik plak inderdaad ook alles met deze lijm gewoon, Gerda. Ook inderdaad losse deeltjes. Dus niet alleen papier. Zo, die komt hier weer in het midden tegenaan. Oh, ik vergeet de distresser. Wel even een beetje een bruin randje aankomen natuurlijk. Zo, dat is dan ook weer netjes afgewerkt. Kijk, en dan is eigenlijk de basis voor je kaart dus al klaar. Ik weet niet of je het zo kunt zien. Deze blijft dus zo staan. En hier heb je je giftkaarthouder. Nou, je kan daar natuurlijk een cadeaukaart in doen. Maar je kan daar natuurlijk ook gewoon leuke labels in steken. Ik neem even een labelpons van Vase erbij. Nou, en dan neem ik even het middelste formaat label. Dat is 2,5 inch, dus ongeveer 5 centimeter. Dus ik heb een strookje wit gesneden van 5. Die doe ik in de pons. En dan doe ik even aan twee kanten een labeltje eraan ponzen. En die snijden we dan even door midden. Nou, ik ga die straks wel eventjes beplakken met papier. Maar dan heb je dus op deze manier heb je twee labels. En die kun je dan hier in die pocket steken. Maar hier kan je dus, wat ik zeg, ook een cadeaukaart in doen. Nou, deze blijft dus zo staan. Dan gaan we hem nog heel eventjes oppimpen. Ik leg hem even plat, want dan kunnen jullie het denk ik beter zien. Kijk, en ook als je hem dus op wil sturen, kun je hem dus gewoon helemaal invouwen. En kun je hem plat versturen. Nou, bij dit papier Prima Ballerina, er is ook een knipvel bij van Bellalulu. Heet ook Prima Ballerina en er zitten allemaal leuke olifantjes op. Onder andere voor babykaartjes of voor meisjeskaarten. Dus die gaan we aan de zijkant een beetje verwerken om het leuk op te pimpen. Ik heb al even één olifantje uitgeknipt. En die ga ik natuurlijk met een beetje 3D-kit weer op mijn kaartje verwerken. Oh, ik schiet een beetje uit met de kit. Je moet er niet achteruit komen natuurlijk, want dat is ook niet zo mooi. En zo'n olifantje plak ik dan op het zijpaneeltje. Kijk, want als je kaart dan, ik zal hem even zo houden voor jullie. Als je kaart dan straks zo staat, zie je daar dat vantje. Dan gaan we in het midden nog even een leuke tekst erop maken. Ik heb eventjes een tekst uit dat knipvel ook weer gebonst van Prima Ballerina. En wat verschillende cirkels. Die zetten we even opzij. Een paar verschillende cirkeltjes met een geschulpt randje. Nou, die geven we weer even een beetje inkt aan de zijkanten.
En dan doe ik hier en daar even een beetje foamtape tussen. Dan krijg je iets meer diepte in je cirkels. Ja, Ango, dit is een mal van Dutch Doobadoo. Als je eventjes op norenzo.com kijkt en je kijkt bij Facebook Live, de live van vandaag, dan heb ik daar alles voor jullie op een rijtje gezet. Dit is een foldcard mal waar ik die basis mee gemaakt heb. Een van de nieuwste foldcard mallen. Zo, mijn tekst die kan er zo wel op met een beetje lijm. Oh baby, it's a wild world. Nou, dat is toch leuk als je een soort babykaartje maakt, hè? Doe hier ook weer even een stukje tape tussen. En dan komt die ook weer hier in het midden erop. En het leuke is als je daar dus een beetje foam tussen doet, kunnen we er zometeen... Ik heb wat bannertjes gestanst, kunnen we er eigenlijk een soort vaandeltje van maken. Ik doe dat eigenlijk best wel vaak en het kleed je je kaart ook mooi aan. Even kijken hoor, Els, de hoogte van de kaart. Die is 18,5 centimeter. Nou, deze twee vlaggetjes die gaan we hier ook gewoon even tussen steken. Ik doe er wel even met 3D kit. Waar is die? Niemand de deur uit. Ja, ik heb hem natuurlijk in deze uitvoering gemaakt, maar je kan hem natuurlijk in allerlei uitvoeringen maken. Karen had hem in een T-uitvoering gemaakt. Kijk, deze twee die plak ik hier gewoon even zo tussen, waar ik mijn foamtape geplakt had. En dan ga ik die in het midden van mijn kaartje plakken. En doe hem dan niet te laag. Want anders komen hier je labels ook weer voor. Kijk, dus op deze manier. Die labels moet ik natuurlijk nog aankleden. Nou, iets anders leuks wat ik nog wilde gaan gebruiken bij deze kaart. We hebben een leuke nieuwe pons van Vase. Dit is ook weer zo'n grote jumbo pons. Nou, hij is afgeprijsd. Hij is nu van €14,99 voor €9,99. Maar... ik zal eerst even de vraag van Jolanda beantwoorden. Het verschil tussen 3D kit en foamtape. Ja, foamtape is dus altijd plat. En hier kun je iets meer mee vormen. Dus ik bol dan bijvoorbeeld zo'n plaatje, bol ik ook een beetje op met een opbolpen. En dan kun je ja, dik of dun de 3D kit aanbrengen. Net hoe je het zelf wilt. Even terug naar deze pons. Dat is een leuke pons om knoopjes te maken. En het is ook weer een jumbo pons. En het leuke daarvan is, hij ponst en hij embost meteen. Nou, normaal is het €14,99, maar hij is nu voor €9,99. En hij ponst dus in één keer drie verschillende soorten knoopjes. Ik weet niet of je het embossing effect ook kunt zien. Ik denk het wel als ik het zo laat zien. Kijk, en dat is natuurlijk ook heel leuk om op babykaartjes te verwerken. Ik heb hier zelf gewoon een stukje koord doorheen gedaan. Een beetje een stukje hemkoord en dan een strikje gemaakt. Dus die komen er ook hier en daar nog eventjes op. Even kijken, Ans Brouwer die vraagt welke randmal is hiervoor gebruikt. Ik gebruik hiervoor een pons, Ans. En die heet Madelief. Dat is deze. Als je eventjes kijkt op norenzo.com, Ans, en je kijkt bij Facebook, het knopje Facebook Live, dan zie je daar de uitzending van vandaag, van zondag 29 december. En dan zie je alle artikelen op een rijtje. Dus daar kun je alles even terugvinden wat ik gebruikt had. Zo. Nou, dit vind ik ook wel even leuk om hier nog ergens een knoopje op te verwerken. Kijk, gewoon zo. Ja.
close-up laten zien. Kijk, als je dan een beetje een leuk knoopje maakt in eenzelfde kleurtje als je kaart. Zie je hoe leuk dat je kaart ophaalt? Nou, dus dit was eigenlijk wel zo'n beetje wat ik jullie wilde laten zien. Ik ga natuurlijk nog even op mijn gemak. Welke kit is goed om te gebruiken? Jolanda, ik gebruik altijd alleen maar de kit van Collal. Andere merken hebben we allemaal geprobeerd in de winkel, maar die vind ik echt heel slecht van kwaliteit. Wordt ook heel snel hard. Nou, dit is dus het modelletje van de kaart, wat ik jullie wilde laten zien. Ik zal er zo nog even een leuk actiepakket mee maken. Ook met die leuke buttonpons erbij. En die post ik hier zo even in de groep. Ik ga het kaartje even op mijn gemak afmaken. En dan komt hij natuurlijk ook in de groep. Dus ik zou zeggen voor nu iedereen weer bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei doei!